Goed zo. Beetje neuzen. Een kijkje achter de schermen bij fotograaf Carol Eijk. Ze werd genomineerd voor de prestigieuze Bruidsfoto Award. En dit, ik vind het een mooie combinatie met de achtergrond en de helderheid en de scherpte op het paar. Maar en vooral de schaduw. Onze emoties. Ja. Wat we voelen. Voelen, sorry. Voelen voor elkaar. Zij kan dat in de foto laten zien. De bruidsfoto's van nu zijn niet meer de statische, geposeerde portretten van vroeger. Carol zoekt nu vooral naar het moment om juist die emotie te vangen die haar een nominatie opleverde. Tijdens de gelofte is het toch altijd wel een heel spannend moment voor bruidsparen. En vaak zijn de mannen toch wel die dan niet echt heel veel zin in hebben om dat te vertellen. Om die gelofte, zeker voor een grote groep mensen toch wel. Maar als het moment daar is, dan zie je toch altijd wel dat ze ook alles laten gaan en het gewoon echt in het moment gewoon heel eerlijk allemaal zeggen. En zijn mannen op zo'n moment dan ook vaak emotioneler vaak dan wel. De bruid zelf? Vaak wel. Okay. Het besef van de waarde van de foto's komt vaak pas jaren later, als het bruidspaar een volgende levensfase binnenwandelt. Ja, ik merk wel als ze eenmaal begonnen zijn met foto's laten maken, dus dat er eigenlijk wel jaarlijks of tweejaarlijks wel terugkomen om opnieuw foto's te maken. En natuurlijk zijn er ook verschillende fases in je leven waardoor, als je bijvoorbeeld kinderen krijgt, dan is het ook leuk om dat te vast te laten leggen. Een beetje uit elkaar. We hebben foto's gemaakt toen hij zwanger was. Dus ja, we gebruiken het heel veel. Ik werk het liefst met natuurlijk licht. Dus eigenlijk doe ik ook altijd op zo'n moment de gewone lampen uit als het kan. Als er genoeg daglicht binnenvalt. Omdat je dan gewoon echt kan werken met juist die schaduwen. Wat ik heel erg mooi vind. Maar dat is eigenlijk echt een stijl van een fotograaf. En dit is mijn stijl. En juist deze foto leverde Carol ook een nominatie op. Het publiek beslist mee. Hebben jullie al gestemd? Ja. Jazeker. Ja. En of Carol de Bruidsfoto Award wint, wordt duidelijk over 4 maanden.